Op Sportpark Houtrust ontvangt Scheveningen Cambuur. Een van de drie ploegen in het betaalde voetbal die nog ongeslagen is. En Cambuur komt op voorsprong. Na een klein half uur is het Andrés Tsiganiks die de 1-0 op het scorebord zet. Het is trouwens een herhaling van een wedstrijd uit 2014. In de derde ronde toen van de beker. En toen had Cambuur een verlenging nodig om voorbij Scheveningen te komen. En ook nu gaat het niet makkelijk voor de man uit Leeuwarden. Dit is een lekkere goal van Joel Donald. 4 minuten na de openingstreffer is het alweer gelijk. En dan opslag van rust. Een hoekschop voor Scheveningen. Niet lekker verwerkt door de doelman. En opnieuw Joel Donald. Iets minder mooi dan zijn eerste. Maar de oudspeler van AZ, die met jong AZ nog kampioen werd in de tweede divisie, zet Scheveningen op voorsprong. Dan zitten we inmiddels in de tweede helft. Diep in de tweede helft. En is het doelpunt uiteindelijk van Nigel Roberta. En weer wordt het verlengen tussen Scheveningen en Cambuur. Aan het begin van de verlenging. Een onhandige overtreding van Kevin Gomez Nieto. Die had al een keer geel. Krijgt hier zijn tweede van scheidsrechter Dieperink. En dan moet Scheveningen bijna de hele verlenging met een man minder verder. En dat blijkt uiteindelijk te veel voor Scheveningen. Van Wermerskerke, kijk eens even. In de verre kruising. En deze treffer zorgt ervoor dat Cambuur uiteindelijk toch naar de volgende ronde gaat. Er komt nog een tweede rode kaart voor Scheveningen. Zwiebe maakt de overtreding, protesteert dan. Dat is niet zo slim. Ook hij naar de kant en Scheveningen verliest met 3-2 van Cambuur.